Zoals ieder jaar heeft een groepje mensen gisteravond bij het Joods monument bij de Stopera de Kristallnacht herdacht. Vannacht was het precies 71 jaar geleden dat de nazi's in Duitsland synagogen in brand staken en winkels van Joden vernielden. Op de herdenking waren toespraken te horen van onder andere Rabbijn Soetendorp en wethouder Ossel.